Yo kijkers van Otto Dijkstra, ik ben Otto en ik heet jullie hartelijk welkom om deze vijfde vlog te gaan kijken. Ik ben hier in mijn ouderskamer, want het is daar buiten heel erg druk, omdat op een of andere manier gaan we een verjaardag vieren van mijn zusje en van mijn vader. Want we gaan naar Marokko in de kerstvakantie en dan zijn hun jarig. Dus nu is heel onverwachts feest en dat wist ik zelf ook helemaal niet. Maar eigenlijk is het best wel leuk, dus ik ga gewoon een beetje filmen. Misschien ook nog het feest, maar dat weet ik nog niet. Het is echt super... Nou, het valt eigenlijk wel een beetje mee, maar het is best wel een beetje druk. Dus, hopelijk vinden jullie het leuk. Oké, jongens, ik ben Otto en vandaag is de drumkoning Sam. Die super goed kan drummen. Die ga ik nu even laten zien dat hij super goed kan drummen. En ja, hopelijk vinden jullie dit ook weer leuk. 3, 2, 1, start! Nou jongens, ja, 2 minuten, veel te lang! Een stukje taart. Ik heb eigenlijk alle fruit er al afgegeten. Maar dat is ook nog belangrijk bij je feestje. Dus ja, dat is wel heel belangrijk. Dat is het enige wat ik wou zeggen eigenlijk. Dus. Oh! Je moest die skills zien, hè? Nee. Nee! Oké, jongens. Ik laat jullie zien hoe ik vroeger filmpjes maakte. Moet je luisteren, hè? Oh! Oh! We gaan een ruimteschip in. Oké. Hallo, gooien? Ja! Nee. Zullen we op zijn rug slaan dat hij geen kinderen meer kan krijgen? Kijk, dit is een hele grote taart. Oh, hello. Oh, hello. Ah. Nee, hier. Ah. Hello. Ja, alsjeblieft, wil je wel de rest? Ja, hier heb je. Ja, ik zit op de wc. Nee, ik ga niet kijken. Oké, jongens. Morgen ga ik ook nog filmen. Maar, ja. Ik denk dat dit het wel is voor vandaag een beetje. Morgen ga ik ook nog filmen, wat ik al heb verteld. Maar ik ben echt super moe, dus ik ga gewoon een beetje op deze bank zitten en een beetje zitten. Want, ja, dat ga ik vandaag alleen nog doen. Misschien ga ik nog filmen, maar dat denk ik niet. Dus, tot morgen, of tot straks. Nou jongens en meisjes, het is ochtend en ik ben weer wakker. En het is nu 8:30, terwijl ik best wel op zich laat naar bed ben gegaan. Voor mij dan, want voor sommigen zal het niet zo laat zijn. Ik ben om 12:00 naar bed gegaan, nou 11:15 denk ik. En toen ben ik nog in mijn bed gaan liggen en kon ik niet echt goed slapen. Dus ik denk dat ik rond 1:00 of zo sliep. En ik ben denk ik al een kwartiertje wakker. Dus ik denk dat ik 8:30 wakker was. Niet echt heel lang geslapen dus. Maar ik hoop dat ik vandaag nog leuke dingen ga doen. Ik heb geen idee. Maar appeltaart eten. Voor sommigen is het natuurlijk van jullie jammer. Voor mij is het leuk. Voor sommige anderen van jullie is het ook niet erg. Want dan lust je het misschien niet. Maar gisteren hadden we 3 appeltaarten. Één taart door de midden gesneden. Waarvan het zeg maar 2 slagroomtaarten waren. En we hadden ook nog een kwarktaart. Waarvan, en we hebben nu nog een hele appeltaart. Best wel groot eigenlijk. Laat ik dat even aan jullie zien. Nee.
Nou. Hallo. Lekker. En dit. Sinaasappelsap, zelf gemaakt. En hier is kaas. En hier is brood. En daar is nog meer brood. En hier is spek met kaas erin, denk ik. En nog meer kaas. En hier is, wat is dit? Wat is dit? Geen idee. Ik heb het niet gemaakt. Dit is geen idee, denk ik, maar dat weet ik niet. Dit is hummus. Hummus. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Hummus. Oké. Appelstroop. Speculoos, wat eigenlijk net speculoos is, maar dat maakt niet uit. Honing. Honing met walnoten. Muisjes. Honing. Normale honing dan. Pindakaas. En hagelslag. Ja. Dus dit. Dat is toch alweer voor deze vlog. Dus, ik hoop dat jullie het super leuk vonden. En een duimpje omhoog. Laat hem blauw worden. En deze trouwens, laat die maar wit. Vind ik mooier. Deze duimpjes vind ik mooier wit. Deze duimpjes vind ik mooi blauw. Dus doe dat maar. Dat zou ik vet fijn vinden. Dus, doe die. En abonneer. Vind ik ook goed. Dus, tot de volgende keer.